Ja, 7-1 is een goede uitslag als ons tweede, dat allemaal jonge jongens zijn en professionals, en die winnen met 6-0. Dan denk ik dat wij het heel goed gedaan hebben. Ik had er graag nog één bij gemaakt. Dat ik morgen tenminste wat te vertellen heb tegen ze. Uzelf? Ja, natuurlijk. Nou, ik zelf hoef niet meer te scoren. Ik heb genoeg gescoord. Maar 8-1 had een mooie uitslag geweest. Dat ik een beetje kunnen dollen morgen. Wat vindt u van alle doelpunten? Ja, ik denk dat wij gewoon uitstekend gespeeld hebben. En hun een lesje gegeven hebben in de momenten van vrijlopen, balbehandeling, één keer raken. Ja, dat zijn de facetten in het voetbal. En dat zie je terug bij amateurs. Ze knokken allemaal, ze lopen allemaal. Maar echt met koppie, dat zijn er maar weinig. En dan kan je het op lange leeftijd nog volhouden. Ja, dan kan je het volhouden. Wat weet u van het Zeeuwse voetbal? Nou ja, ik vind het in elk geval heel leuk om hier te komen in Zeeland. Fantastisch. En vooral zomers. En ja, ze hebben toch ook goede spelers gebracht. Van Vossen, Blind, zo zijn er nog wel meer. Dus. En verder Zeeland, wat vindt u zo fijn aan Zeeland? Nou, ik bedoel, het strand is het heerlijk, vertoeven. Dat weet ik nog wel, ik ben een paar keer geweest. Geniet er nog van? Ja, doe ik.